Ja, het was al zo'n gekke slotfase toen jij inviel en met je eerste balcontact scoorde. Ik denk dat gaat het verhaal na deze wedstrijd worden, maar het liep toch nog even anders, hè? Ja, was even schrikken, want ik dacht ook dat het afgelopen was, maar ik ben gewoon blij dat we de 3 punten binnen hebben. Dat is het belangrijkste. Hoe is dat nou? Dan val je in en letterlijk met je eerste balcontact is het gelijk raak. Dat moet heerlijk zijn. Dat was eigenlijk heel grappig, want iedereen zei tegen mij vandaag, ik heb het gevoel dat je gaat scoren en ik ben blij dat het uitkomt. Dus ja, daar ben ik heel blij mee, maar ik voel dat een beetje aankomen deze week. En, vorige week op de paal en dit keer erin, dus daar ben ik heel blij mee. Dit zijn ook de momenten waar je als invaller, dat moment is dan extra zuur, want als invaller zijn je momenten beperkt. Ja, nu valt hij wel binnen. Ja, je weet dat je die bal goed krijgen en je moet toch een beetje geluk mee hebben. En vandaag was er geluk aan mijn zijde. Wat denk je dan als even later toch die 2-2 valt, van dat overkomt mij weer. Heb ik zo'n verhaal, heb ik zo'n moment en dan winnen we hem niet. Ja, dat is precies wat ik dacht natuurlijk. Maar we blijven heel rustig en we maken het af. Maar dit zijn moeilijke wedstrijden de laatste week, maar we winnen toch op het einde, dat is het belangrijkste. Waar zit dat hem dan in? Is dat wat iedereen steeds zegt, het geluk van een kampioen? Of is dat ook iets wat je dan toch als ploeg toch weer afdwingt ook ergens? Ik vind dat we het zeker afdwingen, maar vooral dat we heel rustig blijven. Heel rustig blijven we blijven eraan denken om toch niet winnen te doen met te scoren. En, dan lukt het gewoon. Het is ook een beetje afdwingen, ga je zeggen. Jullie zijn ook op recordjacht hierdoor. Ja, als je zo goed presteert als jullie het doen, natuurlijk sneuvelen er dan records. Maar 14 thuisduels op rij winnen, het is wel ontzettend knap, hè? Ja, ik denk dat wij gewoon thuis de sterkste ploeg zijn van de competitie. Iedereen die hier komt heeft het heel moeilijk. En, vandaag hadden ze het ietsje makkelijker, maar kan ook gebeuren soms. Is het in zo'n goed draaiend elftal dan ook ergens nog makkelijker om je te schikken in een reserverol? Want dat is voor een voetballer natuurlijk nooit leuk. Maar helpt dit dan ergens nog een beetje? Nee, ik hou gewoon de hoop erin dat ik een paar kansjes kan afdwingen. En, ik blijf hard trainen, voor de rest kan je niet veel doen. De jongens draait heel goed, het is ook moeilijk voor de trainer. Dus gewoon hard werken en wachten op je kans. Dus, meer niet. En als die kansjes er zijn, ook al is het na 10 seconden in het veld, dan maar gewoon zo binnenprikken. Ja, ik ben er heel blij mee. Vooral, ik ben ook heel lang geblesseerd geweest en dat ik nu weer eindelijk weer scoor. Dus dat is mooi. Dat is helemaal mooi.